Welkom bij de Chef Show. In deze serie wil ik gaan kijken hoe nou de menu van de toekomst eruit ziet. Dat ga ik natuurlijk doen met drie hele speciale gasten. Ik ga ze even aan jullie voorstellen en dan gaan we zo meteen veel dieper op in van wie zijn deze heren nou. Naast mij heb ik Joris van de Green Dish, ik heb Drees van Hutten en ook mijn collega Ramon Brugman. Yes. Nou Ramon, we gaan het vandaag hebben over duurzaamheid, over de verandering in het klimaat. En ik zou het echt fantastisch vinden, ik ben dol op jouw kookkunsten, hoe je daar nou mee om gaat gaan. Want ik wil Joris toch de eerste vraag stellen, jij bent van de Green Dish. En hoe ziet het menu van de toekomst er nou uit? Het menu van de toekomst? Ja, wat voor beeld heb jij daarbij? Nou, op dit moment eten we niet binnen de draagkracht van één aarde. Dus daar moeten we echt wat aan doen. We hebben uitgerekend dat als je in 2050 voor de 10 miljard mensen die dan leven, hoe je dan moet gaan eten. En dat betekent 50% meer plantaardig. Verdubbeling van plantaardig eten. 50% minder rood vlees. 50% minder suiker. Op allerlei gebieden moeten we eigenlijk een shift hebben in ons dieet. Ja. Nou, Ramon is intussen al druk bezig, want hij gaat zijn menu van de toekomst maken. Heb je daar al een beetje over nagedacht, Ramon? Nou, jij geeft me altijd leuke, moeilijke opdrachten. Want ik moest koken van jou met groenten die hier uit de provincie komen. Klopt, dus ja. Dat zo is lokaal enige, mogelijk. Het enige waar jij mee kookt. Dus de uitdaging ligt wel iets hoger als dat ik dacht. Maar je hebt gelukkig een stukje vis uit de Noordzee. Daar ben ik gek op. Ik ben gek op Noordzeevis. Nou, natuurlijk hebben we hier uien, boontjes, tomaten en een heerlijk stukje venkel. Dus ik ga ermee aan de gang. Ik verras je zo meteen wel met wat ik uiteindelijk kook. Ja. Ik moet het zelf ook nog een beetje uitvinden. Oké, maar dat vind ik altijd leuk, dat we gewoon een beetje gaan kijken wat gaat het nou worden. Want ik geloof er ook echt in dat als je 80% plantaardig eet, of dat er ruimte is voor dus de pulvruchten en noten, dan mag je dus 20% dierlijke eiwitten gebruiken. Maar hoe kijk jij daarna, Drees? Wat vind jij van het menu van de toekomst? Ik kijk daar heel erg naar uit. Het lijkt me ten eerste heel erg lekker. En het mooie is ook dat, eigenlijk precies zoals jij het net uitlegt, kijk, het echte culinair ambacht van de toekomst is dat je hele lekkere dingen met groenten maakt. En dus uiteindelijk zie ik die tafel van de toekomst zeg maar voor me, dat je gewoon allemaal lekker met een lekker iets met groenten aan het eten bent. En dat er een klein beetje vis en vlees zo bij zit voor degene die dat graag willen. En dat is wel een echte cultuurverandering in mijn optiek. Want bij ons in het bedrijf, bijvoorbeeld, wij hebben ook 200 chefs in dienst. En daar merk je toch dat het voor het gros is natuurlijk. Hè, dus als je hun vraagt van wat is ambacht, dan hebben ze het toch heel vaak over. Ik kan heel lekker iets met vlees maken. Ja, want we staan hier nu in het Food Forum, het innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland. En dit is op het Floriade-terrein. En Hutten die gaat de catering doen van de overige horecagelegenheden, heb ik begrepen. Ja, niet allemaal. Dus, okay. Dus er zijn drie partijen die volgend jaar zeg maar het eten en drinken op de Floriade gaan doen. En daar zijn wij er één van, inderdaad. Dus wij krijgen een aantal locaties hier en daar zijn we nu heel druk mee bezig om daar invulling aan te geven. Dus wat gaan we daar laten zien? Wat gaan we daar koken? Wat ga je daar beleven? Wij gaan een concept inderdaad neerzetten waar we natuurlijk op basis van 80-20 seizoensgroenten zoveel mogelijk uit de buurt. Maar wel ook gebaseerd op bepaalde klassiekers. Zodat je het, dus ik geloof ook dat we moeten natuurlijk even zeg maar 20 jaar een transitie door. En dan moet je wel ook iedereen in meenemen. En als jij de afgelopen 30 jaar gewoon iedere dag genoten hebt van puur Hollandse kost met een behoorlijke dosis vlees erin, dan kost dat wel even wat moeite om zeg maar die verandering ook te, zeker als je al wat ouder bent, om die door te maken. Dus dat is wat wij heel graag willen laten zien, van hoe je op basis van eigenlijk de Hollandse klassiekers dat ook op een nieuwe manier kan doen. Ja, supermooi. Ramon, weet je al ondertussen wat je gaat maken? Nou, ik ben ondertussen bezig met een beetje venkelpuree. Ja. Maar die venkel die heeft meerdere delen natuurlijk, dus van die stelen. Die heb ik gewoon heel fijn gesneden. Daar heb ik nu wat van die fantastische azijn. Wat is dit voor azijn, joh? Ja, super, hè? Dit is dus appelazijn, gemaakt van de oude boomgaarden hier in Nederland. Ja, het is zo ook al super lekker. Nou, jij vertelde me al dat je geen citroenen gebruikt, bijvoorbeeld. Nee, want er groeien geen citroenen hier in Nederland. Toch aan je zuur komen. Dus die appelazijn is echt fantastisch. Daar heb ik wat olie, zout, peper bij gedaan. Weet je wat voor olie dat is? Nou? Nou, is koolzaadolie. Ook vanaf hier? Ja, ja gaaf, hè? En dan daar gaat een klein beetje honing bij. Ja, uit Zoals Flevoland. Je weet ben ik imker, dus er moet altijd wel een klein beetje honing in mijn gerechtjes komen. En dan ga ik zo meteen van die rode ui, zoetzure rode ui maken.
Die boontjes die ga ik ook nog even bakken. Ik doe wat met die edammeboontjes. Die komen ook uit Flevoland. Nee. Dit zijn dus echt Flevolandse boontjes. Echt wel? Sojaboontjes. Ja, ik zweer het. Echt gewoon fantastisch. Hmm. Maar zie je wat ernaast staat? Ik ben daar echt ook wel heel erg trots op, hoor. Dat alles gewoon uit de provincie Flevoland komt. En dat is ook natuurlijk heel erg voor de klimaat goed, hè? Dat je gewoon bewust bezig bent met waar komen je producten nou vandaan. Die quinoa, het is geen quinoa, hè? Je zegt quinoa. Oh, ik zeg altijd quinoa. Dat heb ik heel lang moeten afleren, maar het is de quinoa. Die komt dus ook gewoon uit de provincie Flevoland. Ik ben ook wel heel erg onder de indruk van de Green Dish. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want jullie gebruiken ook de guidelines. En waar komt jou? Hoe ben jij erop gekomen? Wat doet het met jou persoonlijk? Ik bedoel, het is nogal iets. Zo, dat zijn veel vragen. Oh ja, sorry. Ja, alles, pap. Dan kan je kiezen. Je hoeft niet alles gelijk te antwoorden. Nou, ik ben al 10 jaar bezig met duurzaam en gezond eten. Recent ook 10 jaar commitment weer om door te gaan. En... Ga ik je gelijk daar, ja? Wil ik het meer over horen. Oh. Hoezo 10 jaar geleden dat je dacht... Wat gebeurde iets met jou, met je gezondheid, met het klimaat? Nou, het gebeurde iets met mij persoonlijk. Ik kreeg een burn-out. Ik was verantwoordelijk voor waterscooters en boten. Reisde de hele wereld om. Totaal niet duurzaam. En toen ben ik gaan nadenken, waar kan ik impact maken? En de plastic soep, dat probleem ken je misschien ook. Ja. Dat raakte me enorm. Maar ook gewoon normale soep. Wat eten mensen nou? Wat is nou duurzaam? Wat is nou gezond? Ja. Toen heb ik een aantal weken op een biologische boerderij gewerkt. En 1 dag per week was er vlees en de rest allemaal bijzondere groenten in Costa Rica die ik nog nooit gezien had. En daar, als het regent en de zon schijnt, alles groeit als kool. Je hebt gewoon elke dag weer nieuwe oogst bijna. Ja, bizar eigenlijk. En daar heb ik zo genoten van dat eten. En toen besefte ik, daar moet ik wat mee, want niemand kan om eten heen. Elke dag moet je eten. Ja, gelukkig maar. Lekker is het, hè? Ja. En toen dacht je van, en toen ben je gekomen bij de Green Dish, of hoe is dat dan? Nou, toen ben ik, de eerste wat ik gedaan heb is een kookwedstrijd organiseren met Johnny Boer in de jury en een aantal andere bekende Nederlanders. En toen deden er 100 chefs uit het hele land aan mee, om te laten zien hoe je vegetarisch lekker kan koken. Want toen, 10 jaar geleden, was het de geitenkaassalade en de vegetarische lasagne. Dat was het enige wat je kon krijgen op de kaart. Ja, echt, dat was het, ja. En dat hebben we 5 jaar gedaan. Maar uiteindelijk hebben we heel veel onderzoek gedaan om aan te tonen, wat is nou gezond en duurzaam eten? En hoe reageren gasten als je dat ook op de menus gaat aanpassen? Want daar zit ook, we hadden het net over de chefs. Die zijn gepassioneerd over het eten, iets lekkers maken, een leuke avond verzorgen voor de gasten. En dat is wat telt, ze willen die gasten blij maken. Ja. Dus daar zit ook de angst soms van, kan ik wel vlees en vis minderen? Wat is het risico dan? Mijn gasten willen dat niet, is de eerste gedachte. Ja. En wij laten dan steeds keer op keer met kleine onderzoekjes zien, dat ook in jouw restaurant... dat het werkt. Jullie hebben ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, toch? Naar de guidelines die jullie gebruiken bij de Eat Lancet, bij de Green Dish. Nu vertel ik het verkeerd. Ja, nee, kijk, er zijn 38 wetenschappers wereldwijd, van Harvard tot Wageningen Universiteit, die hebben uitgezocht hoe moet het menu eruit zien, het dieet, om 10 miljard mensen te voeden in 2050 met de draagkracht van 1 aarde. Want die hebben we maar, we hebben maar 1 aarde, daar moeten we mee doen. Wij hebben dat vervolgens samen met een wetenschappelijke raad en expertpanels, een 30-tal experts in Nederland, gekeken hoe ziet dat dan voor Nederland eruit. Er zijn wel heel veel experts in Nederland al. Ja, die hebben allemaal gereviewd en gekeken naar de methodiek die wij gemaakt hebben op basis van Eat Lancet en van het voedingscentrum. Dus die beide bronnen hebben we eigenlijk gebruikt om vast te stellen wat is nou een weekmenu. Wat is een dagmenu en wat voor grammages en hoeveelheden moet je dan aan denken in 2050? Om dus binnen de draagvlak van 1 aarde te consumeren. Ja, iets wat bijzonder. Wat vind jij daarvan, Drees? Wat ik wel gezien heb is, uiteindelijk moet je het ook gewoon gaan doen samen. Ja. Kijk, je moet het erover eens zijn dat de noodzaak er is. Nou, dat is inmiddels zo. We zien ook dat bij... onze klanten of opdrachtgevers, er eigenlijk ook steeds meer de noodzaak heel duidelijk is van ja, wij willen het inderdaad ook anders. En wat er nu eigenlijk ook aan het veranderen is we hebben de afgelopen 10 jaar is een soort van dogma geweest, wat gezegd heeft van we mogen mensen niet betuttelen. Dus met andere woorden, mensen moeten wel altijd de vrije keus houden. Ja. Dus het was altijd, mensen moeten wel de keus hebben om nog een kroket te eten als ze dat willen. Nou, eigenlijk stappen wij daar ook gewoon helemaal vanaf.
Want we zeggen, je kunt uiteindelijk al die etenskeuzes die je maakt, en als je het dan echt anders wil, die kan je niet zomaar op het bordje van de consument leggen. Want jij als consument maakt gemiddeld 200 beslissingen per dag die over eten gaan. En die zijn niet allemaal heel erg bewust. 90% is onbewust. En 90% is onbewust. Dus, je moet, dus als je dat als bedrijf ook realiseert, en daar krijgen we steeds meer iedereen ook in mee, dan betekent het gewoon dat je eigenlijk veel meer stelling zelf ook moet nemen. En ervoor moet zorgen, ja, wij zorgen ervoor dat jij heel lekker gaat eten. Maar laat ons nou iets meer die keuze alvast bepalen. Want dan, dan hoef jij daar als consument ook niet constant over na te denken. Nou ja, het blijft iets van vraag en aanbod natuurlijk. Dus die consument die zou er ook in mee moeten. Klopt. Maar ik vind daar weer de taak van de overheid bijvoorbeeld. Ik ben heel erg voor dat we dingen die minder gezond voor je zijn iets meer gaan belasten. En dingen die juist en wel gezond zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld groenten. Ja. Daar gewoon misschien wel geen belasting op geen doen. BTW. Maar dan wel. Als het uit Nederland komt. Ja. Of misschien de Europese Unie. Nou ja, daar kan je over discussiëren wat goed is, wat niet goed is. Drees Hutte is voor de 5e keer als winnaar uitgekozen voor beste cateraar. Ja. Wat doet dat met jou? Nou, voor mij is dat een hele mooie erkenning dat we op de goede weg zijn. Want uiteindelijk, dat zei jij straks in je inleiding ook al, het gaat erom dat we anders gaan eten. Maar het belangrijkste is dat het ook lekker is. He, dus als mensen het uiteindelijk niet lekker vinden, dan gaan we er ook niet komen. Dus deze prijs voor ons een mooie bevestiging van dat we aan de ene kant goed bezig zijn, omdat we het echt op een andere manier proberen te doen, maar dat het uiteindelijk ook gewaardeerd wordt door gasten. Ja, dat is zeker belangrijk. Nou, ik ruik hier ook gewoon waardering. Want Ramon, echt jongen, het ruikt fantastisch. Maar ja, dat hoor je groot. Bezig, je bent lekker bezig. Ja. Die boontjes, die edamme boontjes, die heb ik samen met spessieboontjes. Die heb ik gewoon fijn gesneden. Klein rood uitje, klontje boter, een klein beetje peper en zout. Ik ben de kabeljauw aan het bakken. Ik heb hier die zoetzure rode uien. Die stengeltjes van de fenkel heb ik hier. Dan heb ik hier nog wat kruiden, dat gaat weer hierbij. Dat komt goed. Ik denk dat ik nog 2-3 minuutjes, dan ben ik klaar. Ja? Ja. Nou, ik kan niet wachten. Wat vinden jullie van deze geuren? Ja, ik krijg ook trek. Je ook trek, hè? Ja. Ja. Want bijvoorbeeld Eland zit bij de Green Dish, zeggen ze ook van eten wel de koe, maar niet het kalfje. Kan je daar iets meer over uitleggen van wat is nou de theorie daarachter? Nou, het gaat vooral over minder rood vlees eten. Ja. Dus we moeten eigenlijk verschuiving zien van rood vlees naar wit vlees, misschien een stukje vis, naar vegetarisch. Ja. En dat in andere verhoudingen. Dus in plaats van een paar keer per week vlees, maar één keer per week. Okay, één keer per week vis, één keer per week gevogelte en dan 4 keer per week vegetarisch. Dat is eigenlijk, als je het samenvat, Eat Lancet, hoe je dat kan toepassen. Maar Ramon... Ja. Het ziet er echt zo lekker uit. Ja, hè? Ja. Dat is wel leuk, hè? Want dan kom je mee als gastchef en dan gaan we samen koken. Maar ik vind dit toch echt wel veel beter dan samen koken. Ik vind het, we kijken samen naar hoe Ramon aan het koken is. Ja, ik vind het fantastisch. Want ja, hoe is jouw gevoel nu zelf bij dit gerecht? Mis je iets? Nou ja, kijk, als chef zijnde... Ja, maar je hebt geen keuze gehad in je producten, hè? Nee, precies, precies. Ja. Dus toen ik binnenkwam heb ik gelijk al jouw koelkasten opengetrokken om te kijken wat je nog meer in huis had dan de 4 producten die je me eerst een gaf. Een inbreuk op mijn privacy, hoor. Echt waar. Ik denk, wat doet hij nou? Ja. Nee, maar je hebt niet veel middelen nodig om heel lekker te koken, weet je wel. Dus en wat je dan hebt, daar moet je dan het meeste uithalen. Dat is een beetje de opdracht, zeg maar. Maar bijvoorbeeld zoiets als een ui wordt zo vaak ondergewaardeerd. Terwijl ik vind een ui, ga maar eens nadenken wat je daar allemaal mee kan maken. Hè? Dus je kan hem bakken, frituren, zoetzuren, dun snijden, dik snijden. Nou, de variatie in ui is echt eindeloos. Ja, en dat is eigenlijk met alle producten zo. Dus je hebt niet heel veel nodig om iets heel erg lekkers te maken. Nee. Nou, ik denk... Ja, laatste dingetje. De finishing touch komt er nu op. Moet nog eventjes die... Dat laatste stukje van die fenkel, hè, dat is dat kleine pluisje wat daar tussen die stengeltjes zit. Het smaakt net zo naar fenkel als de fenkel zelf. Het is gewoon eigenlijk een kruid. Moet je nooit weggooien. Is ook lekker in een watertje. Is ook lekker in een watertje, maar ook lekker zo op je vis. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Ja, en dan heb ik niet eens de saus gemaakt. Hè. Dus het is eigenlijk niet nodig. Nee, zeker niet nodig. Het ziet er echt super uit. Kijk, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dankjewel. Dank je wel. Nou, volgens mij is de verhouding wel aardig goed. 80-20.
Ramon, wil jij aan deze twee heren vertellen wat je nou precies gemaakt hebt? Zeker. Kijk, ik heb een klein beetje venkelpuree gemaakt. Van de bovenkant van de venkel, die liggen ertussen, heb ik heel dun gesneden. Chiffonade heb ik daarvan gesneden. Dat heb ik gezuurd met de appelazijn. Klein beetje olie, klein beetje honing. Dan heb ik die edammeboontjes en gewone boontjes fijn gesneden met een uitje, gestoofd in de boter. Stukje kabeljauw erbij, zoetzure rode uien. En dan van die hele mooie bieten heb ik gewoon dunne plakjes gesneden. Eventjes door het zoetzuur gehaald en opgerold. En dan ziet het er gelijk al heel feestelijk uit in ieder geval. Prachtig. Ja. 80-20 volgens mij in verhouding met hetgene wat jullie nastreven. Ja, dit is volgens de Green Dish Guidelines 2050. Dus Sharon, daar mag je wel trots op zijn. Hoor. Als eerste van Nederland. Eerste locatie die volgens die richtlijnen serveert. Ja, dankjewel. Daar ben ik ook heel trots op. Hoor je dat? Ik ben gewoon de eerste in Nederland. Hè, die sowieso standaard zo kookt. Ja, dat vind ik ook wel heel gaaf om te doen ook. Hoor. Maar laat het smaken, jongens. Ja, dank jullie wel. Het is dus nu... het is niet vegetarisch. We hebben een stukje vis gebruikt bij dit gerecht. De kabeljauw of de bakkeljauw op zijn Surinaams gezegd. Maar deze komt wel vanuit Urk. Dus ik geloof er ook echt in, als je vis eet, denk daarover na. Denk erover na van, ik koop een stukje zalm. Waar komt die eigenlijk vandaan? Is die gekweekt? Nou, we hebben hier geen zalm. Maar we hebben in de Noordzee zoveel mooie vissen. Dus als je vis eet, eet dan Noordzeevis. Wat is jouw achterliggende gedachte daarover? De Noordzeevis? Nou, ik ben laatst naar de afslag geweest in Scheveningen. Nou, ik schrok wat ik daar zag. Zoveel mooie verse vis die elke vrijdag daar binnenkomt. Hè. Ja. En niks daarvan, of tenminste, 95% daarvan, gaat naar het buitenland. Ja. 5% wordt maar gegeten in Nederland. En wat eten wij? We halen zalm uit heel ver weg. We halen tonijn uit ver weg. Tilapia-filet, weet ik veel. Ja. Dat zijn en gamba's. Dat zijn eigenlijk de vier soorten die wij het meest eten. Terwijl onze eigen Noordzee vol zit met vis. En waar het nog goed gereguleerd wordt, zeg maar. Hè? Dus dat bijgehouden wordt, wat er gevangen wordt. Dat de kraamkamer groot genoeg is om weer genoeg vis voor de toekomst te hebben. Dan vind ik het heel raar dat wij vis halen uit andere contraien, zeg maar. Terwijl de meest mooie vis gewoon bij ons om de hoek zwemt. Ja, dit is gelijk een mooi inkoppertje voor de volgende chefshow. Want dan ga ik het daar uitgebreid over hebben. Voor nu, Drees, ontzettend bedankt voor jouw aanwezigheid. Ik hoop dat je gaat genieten van je bordje eten. Joris, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Dankjewel. En uiteraard, Ramon, even een knuffel. Dankjewel, man. Ik ga echt genieten van jouw mooie kunstwerk. Ja. En ik vond het een eer dat jij hier stond te koken. Nou, ik vond het een eer dat ik jouw eerste gast mocht zijn. Oh ja, dat voor mij was het. Ik kon niets anders bedenken. En tot de volgende Sharon Chef Show. Eet smakelijk. Lekker, hè? Ik ga het nu proberen.